Oost-Brabant. Strategisch gelegen op de economische corridor tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Over de Brabantse wegen, kanalen en spoorlijnen worden jaarlijks 800 miljoen ton goederen vervoerd. Binnen 10 jaar zal dit met 75% toenemen. Kan Brabant deze groei aan? Moeten we wegen verbreden? Maar hoe zit het dan met luchtvervuiling? Kunnen we meer gebruik maken van het spoor? Maar hoe zit het dan met de veiligheid van omwonenden? We moeten onze kanalen verbreden en verdiepen voor grotere schepen. Is het die investering wel waard? Om in te spelen op de enorme groei, moeten we alle transportmogelijkheden optimaal benutten. Combineren trein en vrachtwagen en de andere keer vrachtwagen en binnenschip. Meer vrachtwagens van de weg is pure winst. We moeten veel meer gebruik maken van onze binnenhavens. En daarom gaan we onze kanalen uitbreiden. Zoals in Den Bosch. Niet door de stad, maar eromheen. Maar het combineren van transporten, is dat de sleutel tot verbetering? Dan moeten we ook bedrijventerreinen beter bereikbaar maken. Strategisch gelegen aan de belangrijkste routes. Met directe aansluitingen op snelwegen. Kunnen we misschien oude stamlijnen nieuw leven inblazen? En nog meer treinen tot op de industrieterreinen laten rijden? Dit zorgt wel weer voor een verhoogde druk op het spoor. Daarom willen we het spoor beter beveiligd hebben. Waarom rijden niet alle LPG-treinen via de Betuwelijn? Het is toch te gek dat de kikkers hier beter beschermd zijn dan de 800.000 mensen in onze Brabantse binnensteden? Veiligheid, ook voor chauffeurs. Wij eisen dat ze hun rust nemen. Maar dan moeten we ze wel de mogelijkheid bieden. Door veilige rustplaatsen en voldoende capaciteit. Met het oog op toekomstige groei. Maar de groeiende transportsector belast het milieu. Een oneindig dilemma. We beschermen de natuur, maar we willen ook de economie laten groeien. Milieuzones in steden zorgen voor een verlaagde CO2-uitstoot. Maar de winkels moeten wel bevoorraad worden. En kan een vrachtwagen, schip of trein bij aflevering ook een nieuwe vracht meenemen? Een distributiesysteem bedenken dat efficiënt transport mogelijk maakt. En daarvoor hebben we nog meer kennis nodig. En willen we samen met de universiteiten en hogescholen jongeren enthousiast maken voor een carrière in de logistiek. Om qua kennis toonaangevend te blijven. We moeten nu onze kansen pakken. De economische crisis remt de groei. We moeten nu extra werken aan toekomstige bereikbaarheid en logistieke dilemma's oplossen. Van Veghel tot Moerdijk en van Roosendaal tot Os. We blijven innoveren en investeren. En dan kan Brabant de toekomst aan.